En we zijn met de hooidag bezig. En nou, dat is echt altijd een hoogtepunt in het jaar voor de heemtuin. Want het hooi wordt nu van het grasland afgehaald en afgevoerd. En... Nou. De hooidag is echt een van de hoogtepunten van ons seizoen, de hooidag. Ook een beetje afsluiting van de zomer. Daarna gaat het winterwerk beginnen. Veel mensen zien elkaar nu weer, want we hebben natuurlijk een woensdagploeg en een zaterdagploeg. En het is heel leuk om elkaar dan weer zo te treffen hier. Ze hebben het gehoord. In de eerste plaats van harte welkom op de Heemtuin Goudsehout. Vooral de mensen die nu extra gekomen zijn. Het is inderdaad zwaar gewas. Goed groeiseizoen natuurlijk dit jaar. Veel nattigheid. Dus het is allemaal wat steviger als de afgelopen jaren. Ja. Wens jullie allemaal veel succes en ik hoop vooral dat jullie plezier hebben. Daar gaat het met name om. Dus dank jullie wel voor jullie inzet alvast. Eigenlijk de afsluiting van het zomerseizoen in de heemtuin. Dan gaat ook de woensdagavond vervallen. In de winter gaan we natuurlijk weer fors de wilgen knotten met elkaar. En dan hebben we natuurlijk begin november met elkaar de landelijke werkdag. En dan krijg je een soortgelijke dag als deze. Dat er vrijwilligers en mensen die het leuk vinden hier aan de slag gaan. En ook allemaal onder het genot van lekkernijen en gezelligheid met elkaar. Hè? Want dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Je pakt een hele hoop op één kruiwagen. Ja, dat is gewoon een kwestie van goed stapelen. En dan de hoop dat het blijft liggen. Dat de hoop blijft liggen ook. Ja. Okay. Nou, daar gaat hij. Ja, wij zijn... allerlei bloemen en bladeren aan het verzamelen en daar gaan we kruidenboten van maken voor bij de lunch. En we zijn begonnen met de Oost-Indische kers. Ja, het mag wel een beetje kleurig zijn, dus we doen veel gele bloemen van de teunisbloem en we doen nog de oranje goudsbloemen, kaarsjeskruid, de paarse, dus dat het een mooie mix wordt van felle kleuren. Auw, handige dienst. Ja. Nee, niet, ik ga het echt niet op de vorst. Leg maar zo laag mogelijk. Met de pen. Beetje nauwelijk. Ja, we hebben nog wel eens. Ja, we hebben nog wel eens.
doet. We moeten dus zo goed als mogelijk rijven om de verschraling in stand te houden of liefst nog een beetje te verbeteren. Hoor ik zo net.